We gaan naar Nicole Kremers, want die doet vandaag voor de 11e keer aangifte tegen haar ex-partner Peter Gillis. Deze keer omdat zaterdag de rechter besloot dat Peter voor 104.000 euro beslag mag leggen op de privérekeningen van Nicole wegens het schenden van een opgestelde overeenkomst. Een overeenkomst die volgens het management van Nicole onder grote dwang en angst door haar is ondertekend en daardoor volstrekt ongeldig is. Dat de relatie van Peter Gillis en Nicole Kremers ups en downs heeft gekend, dat weten we inmiddels. Al tijdens hun relatie wordt Peter door het OM vervolgd voor een mishandeling van Nicole. Iets wat zij tijdens de relatie nog ontkent. Maar na de breuk komt ze hierop terug en doet ze alsnog aangifte tegen haar ex. Ik ben best beschadigd in mijn situatie met hem, hoe het is geweest in de relatie zelf. Dus ja, dan heb je een psycholoog nodig om daar toch een beetje met jezelf uit te komen. Vanaf dat moment wordt er over en weer met modder gegooid. Nicole doet in totaal 10 aangiftes tegen Peter Gillis. Onder andere van mishandeling. In welk opzicht ben je beschadigd door hem? Mentaal en fysiek. Laten we het daar maar gewoon op houden. Eind september dient de zoveelste vete tussen Peter en Nicole zich aan. De Massa is Kassaster start een nieuwe zaak en eist bijna 1,7 miljoen euro van Nicole. Hij komt met de eis omdat hij zegt, ja, ze heeft zich meermalen in de media negatief uitgelaten over mij. En dat was niet de bedoeling, want er zou een vaststellingsovereenkomst zijn nadat de relatie beëindigd was tussen die twee. En daar zou onder andere in staan volgens Peter dat zij niet kwaad zou spreken over hem. Afgelopen zaterdag neemt de rechtbank hierover een besluit. Peter Gillis mag voor 104.000 euro beslag leggen op rekeningen en spullen van Nicole. Het is wel vrij agressief allemaal. Maar dat gaat ook niet beter worden tussen deze twee, toch? Er zal niet een verzoening komen of dat ze in ieder geval hier oké over kunnen praten. Nee. Vandaag slaat Nicole terug. Ze doet voor de 11e keer aangifte tegen haar ex, omdat zij zegt dat ze deze clausule onder dwang heeft moeten tekenen. Ja, is er iets bekend van hoe deze overeenkomst dan tot stand is gekomen? Nee, de mensen zijn het over niets eens, behalve dat ze blij zijn dat ze van elkaar af zijn, geloof ik. Maar van elkaar af zijn ze nog lang niet, want die rechtszaken die gaan nog wel een tijdje lopen. En Peter en Nicole zouden dan samen hebben afgesproken om niet negatief over elkaar te praten. Nou, Peter heeft zitten turven de laatste tijd. Het kwam tot 1,7 miljoen per 10.000 keer dat zij iets per keer dat zij iets negatiefs over hem gezet had. Daar nog oplopende kosten, rente, alles bij was dat 1,7 miljoen. Daar ging de rechter niet in mee. Die zei van meer dan een ton kon hij zich wel in vinden. Maar hoe dat tot stand gekomen is, wat jij vraagt, ja, volgens haar onder grote dwang heeft ze maar getekend om weg te komen uit die ruimte waar ze zat met Peter en een adviseur van Peter. Die adviseur die zegt dat hij onafhankelijk was en gewoon voor hem optrad, maar ook voor haar in het verleden wel. En daarna gaan de lezingen onmiddellijk weer uiteenlopen en is onduidelijk hoe dat precies gegaan is. En gelukkig heb je daar dan ook een rechter voor die dat mag terug reconstrueren. Ja, maar hoe kan je, als niemand erbij is, hoe kan je bewijzen dat het onder dwang is gebeurd? Ja, een niet. Of niet onder dwang is gebeurd. Later dan geappt zijn of duidelijk geworden zijn dat je bandjes hebt. Wat ik ook niet helemaal uitsluit, want ze hebben aardig wat bandjes opgenomen, geloof ik, allebei. En we hebben ook wel mensen, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden om daar onderuit te komen, als je dat echt kan aantonen. We hebben een jurist gevraagd hoe dat zit. Als Nicole zegt dat ze die overeenkomst onder dwang heeft getekend, dan zal ze met een hele goede medische verklaring moeten komen, waaruit blijkt dat ze niet in staat was om haar wil te bepalen, dat ze niet wist wat ze deed en dat ze dus ook niet wist wat ze tekende. En dat is heel lastig. Het beste dat Nicole zou kunnen doen is kijken of ze de overeenkomst op andere manieren kan vernietigen. Dus bijvoorbeeld stellen dat er sprake is van dwaling. En dwaling houdt in dat er sprake is geweest van een onjuiste voorstelling van zaken en dat ze eigenlijk niet wist dat wat er gesteld werd, dat ze op basis daarvan bijvoorbeeld een boete zou moeten betalen. Ja, nou, morgen staat ze zelf voor de rechter. Hè? Dan het gaat nog steeds over dat dronken rijden en het weigeren van een bloedproef. En ik denk dat het ook geen toeval is dat dit nieuws nu vandaag naar buiten komt. Want ja, ook van dat rijden onder invloed krijgt Peter van haar de schuld. En ook daar lopen de meningen waarschijnlijk over het. Dus we gaan het morgen weer over hebben? Ja. Ik sluit dat niet uit, Sam.